action. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Wij zijn op een goede locatie en ik wil jullie even iets meegeven. We zijn laatst hebben die categorie 1 compilatie opgenomen. En het viel ons op dat de luchthuilers best vaak knallen in plaats van gillen. En we hebben hier een pakje, ook weer van Vuurfans. En we gaan even testen of die knalt en hoe we hem anders toch nog kunnen laten knallen. Bij voorbaat wil ik even zeggen, doe dit niet thuis na. Wij doen het puur om het te testen. En misschien kunnen ze er wat aan doen om het te verbeteren, het product. Want het is best zonde dat het gebeurt. En als iedereen het gaat doen, wordt dadelijk categorie 1 vuurwerk verboden. En dat willen we niet, want het is net zo chill dat we het allemaal op deze manier kunnen doen. Want we mogen het gewoon het hele jaar afsteken. Dus ik heb hier een pakje luchthuilers. En we gaan even kijken wat er met de eerste gebeurt. Zo, ik heb hem hier zo. Even de eerste afsteken. Aansteken. Mr. Pyro geeft hem door. Zie je hem? Ja. We gaan even de eerste afsteken. Wat gebeurt er? Daar gebeurt dus helemaal niks. Maar misschien kunnen we hem wel zo ver krijgen dat hij toch knalt. Dus we gaan even kijken. We hebben wat tips gekregen dat als je erop staat en hem daarna aansteekt dat hij gewoon knalt. Dus ik ben best benieuwd. Dus we gaan het even doen. We hebben vroeger best vaak met babypijltjes gedaan. Daardoor is waarschijnlijk ook de babypijltjes verboden. Dus we gaan even kijken wat er gebeurt als we erop staan. Zo, hij is helemaal... De kruid komt er zelfs uit. Hij is helemaal al in elkaar gestampt. Bij de tweede was het dus ook niet zo, maar we hebben hem best goed in elkaar gestampt. Kutauto. We hebben hem best goed in elkaar gestampt. Dus we gaan kijken wat er met de derde gebeurt. Die gaan we iets minder instampen. Hallo? Even kijken. De derde. Dit wordt een fiasco. Fiasco? Dat gaat toch niet gebeuren? Bij onze categorie 1 compilatie ging bijna iedere luchthuiler die knalde. Fucking bizar. Ook de derde lukte niet, dus we gaan verder met de vierde. Die ruimen we zo meteen wel op hoor, wel het goede voorbeeld geven. Fucking raar. Nou mensen, het is dus niet gelukt. Ik bedoel, misschien hebben wij gewoon een pakje gehad wat gewoon knalde. Wat natuurlijk altijd leuk is. Want het is gewoon categorie 1 vuurwerk en het is gekeurd. Maar goed, bij deze lukt het dus niet. Vroeger als je op een babypijltje stampte, dan lukt het nog wel eens, maar nu niet. Dus ja, we hebben nu nog een aantal over, zullen we die tegelijk doen? Mr. Pyro knikt ja, dan gebeurt het ook. Als er nu één knalt. Als er nu één knalt, hè mensen. We hebben niks gedaan. Hou ze vast, ja. Ja mensen, we hebben hem hier dus even in elkaar getaped. Als er nu eentje knalt, dan weet ik het echt niet meer, want we hebben er niks aan gedaan. Maar goed, we hebben nog wat over en het lukt dus niet, helaas. Doe het ook niet na thuis, ga gewoon normaal met vuurwerk omdoen, wij ook. Maar dit wouden we gewoon even laten zien of het nou gebeurde of niet. En het gebeurt dus niet, dus ze zijn gewoon veilig. Even een heel pakje doen. Wow, oh. Vond je deze video nou leuk om te kijken? Laat dan even een like achter. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. We zijn al over de 26.500. We zijn al op de 26.500 abonnees. Fucking gruwelijk. Vanaf nu ook iedere woensdag om 4 uur een nieuwe video. Dus op woensdag en op zondag. Het wordt alleen maar meer vanaf nu. Dus elke woensdag om 4 uur ook een video. En op zondag om 12 uur. Ciao.